7. Olympiakos is uit de trommel gekomen. Eerste reactie? Ja, het is een goede ploeg. Maar ik denk dat ze zeker binnen de mogelijkheden van Anderlecht zit. Ik denk wel dat we ambitieus mogen zijn. Hè. Dus het is geen Manchester United of Liverpool. Maar wel een ploeg die we... laten we zeggen, het is 50-50. Een beetje cliché, maar zo is het wel. We spelen eerst thuis. Is dat een nadeel of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit? Ja, als je de eerste wedstrijd natuurlijk die nul kunt houden, dat zou heel belangrijk zijn. Maar ik vind het wel een nadeel. Ik speel liever de tweede wedstrijd thuis. Maar oké, als je de eerste wedstrijd een goed resultaat kunt neerzetten, is het natuurlijk een groot voordeel om naar Griekenland te trekken. We hebben al getoond dat we op Europees vlak heel goede wedstrijden kunnen spelen. Dus het zullen twee moeilijke wedstrijden worden, maar ik denk op dit niveau zijn er geen gemakkelijke wedstrijden meer. Hoe goed ken je de ploeg eigenlijk? Goh, niet goed, hè. Luca zit er wel, een ex-speler van ons. Dus we weten ook dat ze een heel goede Champions League campagne afgelegd hebben. Net eruit tegen Arsenal. Dus het is een heel goede ploeg. Ja, anders zouden ze ook niet in de Europa League zitten. Dus aan ons om hen te verslaan.